Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, ik zeg jullie dit iedere keer, kan je zoveel verschillende dingen doen. En vandaag zit ik met iemand die besloten gewoon om haar eigen Braids Bar te openen. Vandaag zit ik met Samana en zij is de owner en oprichter van Samana's Braids Bar. En ze gaat ons daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Samana. Hi Jelena. Hoe gaat het? Het gaat goed. En met jou? Ja, yes. Met mij gaat het ook oké. Oké. Je ziet er prachtig uit trouwens. Dank je wel. I love the hair. Thank you. Heb je dat zelf gedaan? Nee, ik heb het niet zelf gevlacht. Oké. Maar je hebt ze wel getraind om het te doen zoals hoe jij het zou willen. Precies. Oké. So let's get to the braids bar. Hoe zijn we daar beland? Zo, daar ga ik vanaf het begin beginnen. Dat is het beste wat we kunnen doen. Het begon op een zeer jonge leeftijd. Ik was 6 of 7 jaar toen ik begon met vlechten. Wauw. Ja. Ik vloog voor buurkinderen, familieleden en mijn oma. Mm-hmm. Het maakt niet uit als mijn oma haar haar pas was gevlochten. Het moest los. Ja, ik maakte hem gelijk los. En dan vlocht ik hem opnieuw. Mm-hmm. Dus, en vandaag de dag ben ik in de studio bij jou. Ja. Oké, dus je bent heel jong begonnen met vlechten. En at what point in je braiding journey heb je gezegd van... Oké, ik wil dit niet gewoon doen omdat ik het leuk vind. Ik ga hier ook gewoon geld mee verdienen. Zo... Toen je 6 was direct, heb je die mensen gezegd... vlecht voor een eentje. Nee. Meneer raadde me aan om een page te maken. Mm-hmm. En heb ik dat gedaan. Ik postte dan mijn werk op Facebook... En dan zo heb ik mijn klantenkring opgebouwd. En dan begon ik met vlechten voor mensen tegen betaling. Oh, nice. Oké, en hoeveel jaar vlecht je al? Kan je al zeggen van, hier maak ik wel redelijk inkomen mee? Officieel 3 jaar. Dat is heel nice. Ja. En de beauty bar, de braiding bar, wanneer is die geopend? 4 april 2020. Ja. Mooi. Oké. Als ik denk aan vlechten, want je hebt verschillende stijlen, box braid, knotless, boho, Hawaiians, Fly. Butterfly, weet ik veel. Wat is jouw specialiteit? Of zeg je gewoon everything? Qua vlechten, gewoon alles wat te maken heeft met braids. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat is je favoriete stijl? Knotless, ja. Niet knotless, small. Voor de mensen die niet weten wat knotless braids zijn. Misschien kan je ons uitleggen. Knotless, je begint eerst met de persoons haar. Mm-hmm. En dan voeg je gewoon vlechten bij. Mm-hmm. Dat is die knotless. Okay. Waarom vind je dat het leukst? Het is sneller. Sneller en makkelijker. Alright. Oké. Okay. So, je vlecht nu al een tijdje. Yeah. Je kan alles delen als ik het goed begrijp. Waarom vind je het zo leuk om dit te doen? Zo, waarom ik het zo leuk vind? Het zit gewoon in me. Dus dat is mijn talent, kan je zeggen. Mm-hmm. Ja. Oké. Heel kort op de bocht met de antwoord. Hiermee gaan we werken aan. Wat is het, kan je nog herinneren dat je iets hebt gevlochten van iemand waarvan je dacht van, oh my god, dit is echt een van mijn masterpieces. Die braided ball head die ik voor Sarah Lisa heb gevlogen. Oh, was het jouw werk? Jawel. Look at you, girl. Make it happen. Dat is een paar weken geleden. Laat ik zeggen, trending. 2 of 3 weken geleden, En stel iemand komt bij je van, ik heb dit gezien op het internet of ik heb dat gezien. Nothing is impossible. Everything is possible. Girl. I got you. You got me. En... Vaak zie je ook dat mensen zeggen van, ik kan mijn haar niet vlechten, want ik heb glad haar. Of mijn haar is juist te kort of zo. Dus met 1 millimeter kan je er aan de slag? Nee, vanaf 4 centimeter kan ik vlechten. Ja. Oh, pretty well. Als mensen nu kijken en denken van, hoe kan ik het werk van Samana zien? Waar moet ik gaan? Waar kan ik er vinden? Jullie kunnen me vinden op Facebook, Samana's Braid Bar. Op TikTok, SBB. Op Instagram, Samana Lismi. En Snapchat sta ik als Keisha 16A. Oké, dan Keisha 16A. En stel, we kijken nu, dus daar kunnen ze ook gewoon direct een berichtje sturen om afspraak te maken? Nee, afspraken uitsluitend via WhatsApp. Oké, en
is dat nummer? Dat nummer is 81-56-557. Oké, duidelijk. Je zit nu hier, je bent al aardig op weg, je business is up and running. Wat wil je nog, of wat zou je nog willen bereiken met het vlechten? Met het vlechten? Want is het alleen vlechten? Dat doe je ook weven en pruiken en alles aan die, wat er nog bij komt? Ik kan ook plakken, ponytails opsteken, mm-hmm. maar ik heb me niet daarop gefocust. Mm-hmm. Ik focus me meer op het vlechten. Mm-hmm. Dus dat. Oké. Okay. Yeah. En waar zie je jezelf nog gaan met het vlechten? In het buitenland. Ik wil graag naar het buitenland gaan om te gaan vlechten. Mm-hmm. Om men te wezen wat ik allemaal kan doen. Als je één celebrity mag kiezen, wiens haar zou je echt willen vlechten? Wiens haar ik zou willen vlechten? Beyoncé. Mm-hmm. Rihanna. Wat zou je voor de vlechten twee bakken vinden? Die ballhead liever. Ja, ja? Ja, die ballhead liever. Oké. Okay. Ja. Ga ze een berichtje voor je sturen. Oké. Ga je melden. Komt goed. Oké. Okay. Nee, Samana. Ik vond het bijzonder fijn dat je er was. Ja. En ik ben benieuwd wat voor werk we nog meer van je zullen zien. En ik zorg ervoor dat we Riri en Bee voor je fixen. Oké. Okay. Dan kunnen we dat zou ik fijn vinden. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Samana Lies mee bij ons in de studio. En zij is de eigenaar en oprichter van Samana's Braid Bar. Dus als jij je haar wil laten vlechten, als jij de trendiest braid patterns op je hoofd wil, als jij de boho braids wil, de knotless, de weet ik veel wat je allemaal kan bedenken, want nothing is impossible when it comes to braids at Samana's Braids Bar. Ga gewoon naar haar Facebook, haar Instagram, of app haar gewoon snel een berichtje om een afspraak te maken, because this girl will hook you up and you'll be the flyest, baddest girl out there with the braids done by Samana's Braid Bar. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.